vind het idee van vallen vind ik zo benauwend. Ik was echt bang om te vallen. Zijn er dingen die jullie van de oefeningen herkennen in je dagelijkse situatie, die je buiten in je huis ook wel eens tegenkomt? Kun je daar voorbeelden van geven? Het kleed. Het kleed? Daar ben ik over gestruikeld. Iets hoger polig, maar wel hetzelfde idee. Daar ben ik fors over gestruikeld. Die is dus op de deur uit nu. Ja. 1 op de 3 ouderen valt minstens 1 keer per jaar. Steeds meer ouderen komen als gevolg van de val zelfs terecht op de spoedeisende hulp. Of worden in het ziekenhuis opgenomen. Voor ouderen met een verhoogd risico vallen is er een speciaal programma waarbij ze leren vallen. Wat ik belangrijk vind aan vallen verleden tijd is dat er meer aandacht komt voor vallen. En met name ook voor de negatieve impact die dat heeft op iemands leven. Het belangrijkste doel van vallen verleden tijd is om valpartijen te voorkomen. Maar omdat niet alle valpartijen voorkomen kunnen worden, leren ouderen tevens om veilig te vallen. Vallen verleden tijd is een groepsprogramma voor mensen met een verhoogd valrisico. Vallen verleden tijd is belangrijk omdat ouderen hierbij zelf iets kunnen doen om vallen te voorkomen. Ik denk dat mijn rol als huisarts tweeledig is. Enerzijds denk ik dat het goed is dat wij als huisarts het vallen ter sprake brengen. En anderzijds is het belangrijk dat wij verwijzen naar deskundige fysiotherapeuten die bekend zijn met valtrainingen. Wil je ook aan de slag met vallen verleden tijd? Dat kan. Kijk op de website van KNGF. In Leusden hebben wij de Stichting Eerste Lijnzorg Leusden. Dat is een samenwerkingsverband voor onder andere fysiotherapeuten en huisartsen. Binnen dat netwerk hebben wij een protocol voor valpreventie opgericht, waarin wij weten naar wie dat wij kunnen verwijzen. En waarbij ook duidelijk is welke mensen een indicatie hebben voor een valtraining. En we zijn nog maar een jonge praktijk en we wilden ons als praktijk onderscheiden. En we hebben daarmee gekozen voor valpreventie. We hebben gekozen specifiek voor vallen verleden tijd, omdat dat een bewezen effectief programma is. Vallen is voor ons verleden tijd! Wow.